Nou, persoonlijk voor Kennen natuurlijk een drama natuurlijk. Als je natuurlijk vorig jaar een seizoen hebt gemist na een blessure. Je werkt hard om terug te komen. Ik denk dat zeker de strijd tussen Brett en Kenneth vanaf dag 1 dit seizoen was heel goed. Allebei heel fris, heel scherp. En als dan woensdag door blessurenood Kenneth afvalt, is het voor hem natuurlijk persoonlijk balen. Voor mij balen als trainer, omdat je natuurlijk een speler gaat missen de komende maanden door blessure.